Maar die, ja, zeg maar, jullie hadden eigenlijk meer verdiend, hè, vandaag? We hadden zeer zeker meer verdiend vandaag. En helemaal na zo'n comeback als gisteren. Gisteren hebben we echt een slechte pot gespeeld. Vandaag hebben we... Je bedoelt vrijdag? Vrijdag bedoel ik, sorry. We hebben echt een slechte pot gespeeld en vandaag hebben we gewoon alles gegeven. Maar helaas was het er, zat het er niet in. Wat ging er vrijdag mis? Alles? Alles ging eigenlijk vrijwel mis, ja. Ja, we kunnen zeggen we komen een paar man tekort, maar dat klopt niet, want hun kwamen ook een paar man tekort. We hadden een paar stomme straffen. We gaven gewoon niet alles. En ik denk op een gegeven moment wouden die jongens gewoon niet meer spelen en was het gewoon klaar. Zit dat dan in het kopje en dan zeg je van op een gegeven moment van ja, laat maar lopen, we gaan als maar focus op zondag? Nee, ja, dat denk ik niet. Maar ik denk dat je heel veel frustratie creëert nadat je een paar goals tegen kreeg. En ik denk dat het vanuit daar sneller loopt. En hun kregen juist wel een goed gevoel omdat ze goals scoren. En dan gaat alles mis. Vandaag hebben we een hele leuke wedstrijd gezien. Het scoreverloop dat aardig ging. Jullie gingen gelijk mee op, komen zelfs op voorsprong. En dan vergeet je eigenlijk die trekker door te halen, hè? Ja, dat is helemaal waar. En hun hebben eigenlijk goed gedaan. Niet echt veel powerplay situaties hebben wij kunnen creëren tegen hun. Hun wel tegen ons. Dus daar hebben we ook nog geluk mee gehad. Maar ja, dat is jammer dat we eigenlijk niet hebben kunnen winnen. Dat we niet overtreffend waren. Ja, hoe ga je dan zo'n kleedlokaal in? Hoe ga je dan straks naar huis? Met welke gedachten? Ja, ik denk dat je in het begin, zoals nu, ben ik nog een beetje gefrustreerd. Maar ik denk dat we toch onze beste kant hebben kunnen laten zien tegen de koploper. En ik denk toch dat we uiteindelijk allemaal gelukkig mogen zijn met deze uitslag. Maar dit ITERS is wel te wisselvallig, hè? Zeer zeker. Dat is, ja. Daar wordt toch wel over gepraat, neem ik aan, hè? Daar wordt zeer zeker over gepraat en proberen we zo hard mogelijk aan te werken. En, ja, dat wordt iedere week gezegd. Ja. We weten niet waardoor het komt. En de play-offs naderen, hè? Daar vallen uiteindelijk, daar moeten de prijzen vallen. Daar moeten de prijzen vallen en dan moeten we constant zijn. En dat is nu nog niet het geval. En we hopen dat we wel zo kunnen blijven spelen en dinsdag tegen Herentals spelen zoals we vandaag hebben gespeeld. Dan komt alles goed, hoop ik. Ik wou net zeggen, er komen nog weken genoeg aan om je echt te prepareren als straks die play-offs er is, hè? Zeer zeker. Dat is waar. Oké, op naar een nieuwe week. Ja. Succes in Herentals. Dankjewel.